Een bijzondere Hudra-vestriet staat er van hem over uit Dynum, hoe een deal van de nije heer komt Ljouwert. En bij een Brege en Dietendel die het juist verdwijnen. Comratisis, het is de wedstrijd ik op het programma, maar omdat die al gauw volboekt weer, waard Juwet een extra editie houden. Alle deelnemers waard vregen om wat mee te nemen voor de voedselbankactie. Waarom doe je het al mooi? Nou, het is in Dynum. Dat is leuk. Roen zit er op Dynum, laatste keer door de Brege. De Brege gaat het uit, dus... Moet er nog even hoe rennen draven? Ik doe mooi, omdat ik graag hut ren en omdat het voor een goed doel is. En hier is ik nog wat mooi om voor het goede doel? Ja, blik bruin naar binnen. Hoe origineel is dit? Ja, hij is nog nooit hier geweest en het is de laatste keer dat we over die brug lopen kunnen met een loop dus. Volgend jaar kan je niet meer organiseren, want dan is die brug weg. Dus dat is het unieke ervan. Zo uniek is volgende week zondag ook natuurlijk. Dan organiseren we met Leonidas de opening van de Haak. Dan loop je over die nieuwe dijk, daar mag je ook nooit weer overheen lopen. Dus daar is hier ook het geval met. En dit parcours kun je dan ook niet meer lopen, want bij de ingang van Leeuwarden, bij het aqueduct, daar kun je dan straks niet meer langs. Vandaar dat het apart is. Net sinds in het midden waren die de opkomst redelijk. Vanmorgen al binnen 10 dagen lang evenementen op en om de heek. Dit staat werkje naar de opening van de dijk op 18 december.